Gewoon zoals ik zeg. Hij heeft het goed gehoord hoor. Ja. Altijd van als Ellie in het probleem komt, zit zij daar direct bovenop. Direct. En oh, dan zit ze altijd een beetje goed te praten. Allemaal een beetje van, oh nee, dat is prima, laat het zo doen. En oh nee, maar zo erg is het toch allemaal niet. En gisteren ook, ik zat achter de computer. Ik zei, er zijn heel veel mailtjes binnengekomen over dat, dus ja, de 16 plus. En toen zei zij van, nou dat vind ik allemaal niet zoveel. Terwijl ik denk van, het is al fucking erg dat je niet doorcommuniceert. Ja. En dat je het zelf ook niet eens regelt. Uiteindelijk, en Jens, ik ga naar haar toe en ik spreek haar aan. En ik zeg van, jij had nog aangesproken. Ja, ik heb haar aangesproken. En toen zat ze in de tattoo shop. Ik zeg van, misschien is het nu handig, dus 3,5 uur van tevoren dat het evenement gaat beginnen, dat jij nu even die mailtjes beantwoordt. Ja, tuurlijk. Maar toen zei ze, ja, doe ik zo. Ik zei, nou, ik zou het nu doen. Ja, tuurlijk. Mensen komen misschien uit Limburg. Ja, die zijn hier dan onderweg. En dan, oh, ja. Maar hier, ik heb dat de dag van tevoren tegen haar gezegd. Ik heb het die ochtend, bedacht ik me ineens van, oh ja, mailtjes wel. Jij hebt dat uit het raam nog geschreeuwd of zo. Ja. Ik heb dat uit het raam geschreeuwd. Ja. En toen heb ik haar vervolgens beneden, toen had ik eventjes, was ik naar mijn huisje gelopen en toen had ik gezien, die mailtjes, zou ze die al beantwoord hebben? Heb ik haar gevraagd. Zei ik, Shell, ik had je gezegd dat die mailtjes binnen waren gekomen. Heb je die al beantwoord? Mailtjes? Je hebt me helemaal niet gezegd dat de mailtjes binnen zijn gekomen. Oh, dan ben je weer gek. En ik zei van, nou, dan heb ik niet gezegd dat de mailtjes binnen zijn gekomen. Maar er zijn in ieder geval mensen die hebben gemaild over dat zij kaartjes hebben gekocht. Alex. Maar niet hierheen kunnen, omdat het nu 16 plus is. Irriteer me. Zou je die niet zo, oh ja, dat ga ik gelijk doen. Aan Andrea. Dus dat heeft ze dus niet gewoon niet gedaan. Alleen maar Shelly te verdedigen. Alleen maar. Ja, maar daarom werd ik net weer boos. Ja, nee, dat snap ik. Weet je, en ik heb het thuis, toen ik thuis was, heb ik het ook continu gezien. Ja? En ik heb het laatst, toen heb ik ook een probleem, heb ik ook een issue met schat van, je moet niet elke keer meelullen. Nee. Weet je, want ze doet het gewoon weer. Ik ben het gewoon zo zat. Maar ze doet zelf niks anders, hè? Zelf zit ze zo, ja. En dan alleen Shelly verdedigen. Voor de rest heeft ze geen karakter, hè? Ik had het ook kunnen vertellen toen Shelly hier nog was. Ja? Daarom zei ik al, waarom moeten we nu tekst en uitleg aan Andrea geven? Maar Lex, waarom denk je dat zij er nog bij zit? Ja, waarom luisteren, om te luisteren. Alleen maar te luisteren. Ja. Het is altijd hetzelfde. Ja, ook bij andere ruzies en discussies die over Shelly gaan, staat ze er gewoon zo bij. Zo. Ja, en zo meteen wordt alles besproken. Let maar op. Ja, tuurlijk. Maar ik gaf die rondleiding ook. Het is even, nou, dit is het huis van Shelly en Andrea. Oh, het roddelhuisje. Kwam uit het publiek. Ja. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Ik sla ze allemaal op en denk van, ik maak er een grapje van. Maar ik neem het wel mee. En alles wordt besproken in het huisje. Alles wat Andrea hoort, wordt altijd besproken. Ja, ik word er zo kostmisselijk van. Ik dacht dat ik de enige was. Ja, nee, ik word er gek van. En het is alleen maar keer op keer. En gisteren ook kwamen allemaal mailtjes van die 16 plus binnen en 18 plus, ja wat is het nou? En toen zei ik van, er zijn heel veel mailtjes binnengekomen. En zegt zij in één keer van, ja nee, maar het zijn niet zoveel. Oh, dat valt best wel mee. Alleen maar alles een beetje temperen. Daarom werd ik echt zo kwaad net, weet je wel. Ik denk, met zo zacht. Maar spreek het ook naar haar uit. Heb ik het gedaan? Ja? Heb ik het toch gedaan? Ja, ik weet het niet, ik was er niet bij. Ja, maar ik wil even haar niet om me heen hebben. Nee. Want ik moet even, laat me even bekoelen, want als ik echt boos ben, ben ik heel boos. Ja, dat snap ik. En ik wil er voorlopig helemaal even niet om me heen hebben. Ja, maar ze komt er altijd heel makkelijk mee weg. Ja, maar en ik heb het ook heel vaak tegen haar gezegd. Dus ik zou het ook hartstikke chill vinden als andere mensen dat ook een keer doen. Met Andrea. Daarom zeg ik al, weet je, ze had zelf de mond open kunnen trekken. Ja? Dus altijd maar, ja, maar de arme is wel zielig voor haar. Hé, luister, toen Shelly hier was, had ze ook de mond open kunnen trekken. Ja, maar doet ze niet. Dus het is alleen maar luisteren en ouwe aan wat er wordt gezegd. Ze zit alleen maar te repareren. Alleen maar van, oh nee, maar dat valt toch allemaal best wel mee. Ja. Oh, is prima, dit en dat. En de woordvoerder van Shelly is het. Maar luister, dat wordt nu besproken weer. Natuurlijk, ze zit daar toch alleen maar om mee te luisteren. Ik zeg het door te vertellen, kom op zeg. Het is krachtig. Ja, nee, maar het is maar, zo hoor. Ja, vraag aan Gerrit. Ja, ik doe die rondleiding ook. Hoor, moet Mark. En dan krijg ik, oh, dat is het huisje van Andrea en Shelly. Oh, het roddelhuisje. En dan denk ik, oh, daar maak ik een grapje van. Maar dat is het wel. Alles wat er gebeurt, Andrea zit ook niet voor niks. Gewoon hier nog een beetje zo, een beetje mee te luisteren. Dus alleen maar te luisteren, alleen maar te vissen. Oh ja, wat hoor ik allemaal. En dan als er is het mogen te horen, of niet? Ja? Alleen maar te repareren van, oh nee, maar dat is helemaal niet zo erg. En oh joh, ja, dat is wel zielig voor haar, hè. En zulke dingetjes. Ja, ik weet het niet. Ik irriteer me. Nee, maar ik irriteer me. Nou, ga jij er even op over. Ik keek me een beetje aan. Jongens, wie is Andrea nou eigenlijk? Wat doet ze hier? Maar dat is echt zo. Wat heeft dit eigenlijk te betekenen? Ze kan alleen maar iemand anders verdedigen. En voor de rest hoor je haar niet. Nee, hoor je niet? We vergaderen het ook. Daarom dat Jordi gisteren zei, neem een slokje zichtbaarheid. Ik ging grap. Oh, ja, want ze is helemaal niet zichtbaar. Maar weet je wat ik me dan... Ik zat mezelf dus ook de vraag te stellen, waar komt het nou vandaan dat...
dat het gewoon keer op keer hetzelfde is bij Shelly. Maar dat heeft dus, we hebben net het praktijkvoorbeeld gezien. En dat is de mentaliteit van, ja, maar het is al gebeurd. Ja, ja. En door die mentaliteit, kijk, een ieder ander, denk ik, die zit hier in deze situatie, die denkt, ik heb magistraal opgefokt. Dit wil ik niet meer laten gebeuren. Dat zou een gezonde gedachtegang zijn, hè? En dan zeg je, jongens, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt? Want dit was niet best inderdaad. En dan neem je informatie op en dan denk je, en dan overleg je nog met wat mensen en dan zorg je dat je de keer daarna een beter product aflevert. Maar het is keer op keer hetzelfde, want het boeit er geen flikker. Ja, ik heb het zelf. Ik heb er van tevoren ook gezegd, van, ik vind jou niet oprecht en ik vind jou fake. Dat heb ik letterlijk in haar gezicht gezegd, omdat ik het ook vind. Want er zit totaal geen echtheid aan. Nee, ik weet het. Ik weet het. Daarom werd ik ook zo boos. Toen werd ik een beetje uitgelachen en hahaha, nou, werd er een grapje van gemaakt. Maar het is wel zo. Ja, ik vind haar, nee hoor. Oeh. Mijn vriendin wordt er buiten echt zeker niet. Nee, joh. Weet je wat het erg is? Als je niet wil je lopen. Ik heb een website voor je opgeschreven. Waarom heb je die rode lopen als je, gaat, lopen, als je binnenkomt, hè? Een week van tevoren. Dan rol je dat ding toch uit, lijkt mij, of niet? Nee, en dan zegt ze tegen mij, ja, ik heb dat allemaal niet meegekregen dat jij dat aan mij hebt aangegeven en hebt opgeschreven. Ik zeg, nou, ik heb het duidelijk op je eigen papier van de film geschreven. Maar dat weet ze allemaal niet meer. Maar alles alleen doen, weet je? Ja. Ja. Ze heeft geheugen. Gewijs nog hè? Ja. Van wie? Ja. En dat was ook bij meer, toch? Ik vind het wel mooi. Toen, ja, lekker, ja, zeg maar, dat je een mooie uitspraak had en dat je dan een eigen leven...